Ik merkte de afgelopen tijd dat was het onderwerp dat het meest leeft onder mensen, dat is de zorg. En dat gaat om bijvoorbeeld de ouderenzorg. Dat mensen zich zorgen maken over wat gebeurt er als ik ouder word, als ik zorg nodig heb. Of hoe zit het met de zorg die mijn vader of moeder nu krijgt. Wij hebben de afgelopen jaren veel voorstellen gedaan als het gaat om de zorg. En ook in ons verkiezingsprogramma komen wij met voorstellen waarmee we ervoor zorgen dat de zorg op de lange termijn betaalbaar is. Maar vooral ook dat er meer oog is voor de mensen die zorg nodig hebben en de mensen die werken in de zorg. Als je met mensen praat die in de verpleeghuiszorg werken, en dat heb ik de afgelopen jaren veel gedaan, dan vertellen ze hoe in de afgelopen jaren ze hetzelfde werk met steeds minder mensen hebben moeten doen. En dan hoor je verhalen over dat ze soms 's nachts meerdere groepen in hun eentje op meerdere groepen staan. Nou, als het rustig blijft, niks aan de hand, maar er zal maar een keer iets op twee verschillende plekken gebeuren. Dan heb je dus gewoon een groot probleem. Wij zeggen als GroenLinks, we moeten ervoor kiezen om flink te investeren in de ouderenzorg. Wij zeggen 1,7 miljard en er zijn berekeningen geweest dat dat ook nodig is om te komen tot een concrete norm van de verpleeghuizen. Verpleeghuiszorg, dat als je dat wil en als je wil dat er 2 zorgverleners op 8 zorgbehoevende mensen staat, dan is dat het bedrag wat je nodig hebt. Als het gaat om de decentralisaties, daar hebben jullie natuurlijk hier in Almelo ook mee te maken gehad. Je hebt 3 decentralisaties. De WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. En die zijn in een behoorlijke snelheid hebben die zich voorgedaan. Met flinke bezuinigingen ook. Het idee achter de decentralisaties is goed. Zorg dichtbij, meer op maat, kijken wat echt bij de persoon past. En wat je nu ziet is dat die bezuinigingen, die hebben het wel moeilijk gemaakt om juist dat echte maatwerk te leveren. Ja, en als het gaat om armoedebestrijding en als het gaat om mensen in de bijstand, ja, dan vind ik het werkelijk een grof schandaal dat nu het beter gaat in de samenleving, nu het economisch ook beter gaat, dat notabene de VVD bezuinigt op mensen met AOW, maar vooral mensen die in de bijstand zitten. Wij zeggen, mensen die in de bijstand zitten, die hebben dat vakantiegeld heel hard nodig om de eindjes nog een beetje aan elkaar te knopen. En daarom is het dus echt ongepast om te zeggen dat vakantiegeld heb je niet nodig, daar kan juist wel wat meer vanaf. Daarmee dwing je juist mensen verder die armoede in. Daarmee zorg je juist dat ze eerder uitgesloten worden. En dan ga je ze echt niet makkelijker mee aan het werk helpen. De participatiewet is juist heel erg van bovenaf vastgelegd hoe er met bijstandsgerechtigden moet worden omgegaan. Als jij niet voldoet aan dit regeltje of niet voldoet aan dat regeltje, krijg je meteen een sanctie opgelegd. Of je kunt een korting op je uitkering riskeren. Dat zorgt er niet voor dat je makkelijker aan het werk komt. Dat zorgt er ook niet voor dat je meer zelfvertrouwen krijgt. En dat heb je nu juist wel nodig om uit die bijstand te kunnen komen. Het is ook mijn overtuiging dat we op deze manier ook de participatiewet straks verder moeten veranderen. Naar veel meer vertrouwen hebben in mensen die in de bijstand zitten. Dat zijn dus de punten waar we als GroenLinks voor staan. Zorg met oog voor eigen regie. Met oog voor de mensen die werken in de zorg. En als het gaat om het bijstandsbeleid, met vertrouwen in mensen. En ze helpen om aan het werk te komen in plaats van ze verder weg te duwen. Dat is waar wij ons voor inzetten. Dat is ook waar jullie je lokaal voor inzetten. Dat is ook wat onze inzet zal zijn bij de komende verkiezingen, komende woensdag. Dank jullie wel.